De uitzending staat een beetje in teken van de Tour de France eigenlijk. En we gaan luisteren naar Willem van der Graaf en de kopgroep, zo heet die groep. En die gaan zingen Het geheim van het peloton. Daar draait het om. 1, 2, 3, 4. Wat zijn de codes van het spel? Wat is een lood, waar gaat het om? Er is veel meer, dat voel je wel. Zijn de geheimen van het peloton. Zijn de geheimen van het peloton. Waarom wordt iemand teruggepakt terwijl een ander gaat? Waarom is de reactie van het peloton te laat? Hoe kan het dat een tempobeul opeens een sprintje vindt? Hier klopt iets niet, dat snapt nog ieder kind. Waarom blijven de renners in een interview zo vaag? Waarom is elk antwoord de herhaling van de vraag? Waarom gaan ze niet juichen, dansen, springen als het mag? Maar slechts de armen hoog en een bescheiden lach. Wat zijn de codes van het spel? Wat is een loos, waar gaat het om? Er is veel meer, dat voel je wel. Het zijn de geheimen van het peloton. Wat zijn de codes van het spel? Wat is een loos, waar gaat het om? Er is veel meer, dat voel je wel. Het zijn de geheimen van het peloton. Het zijn de geheimen van het peloton. Al maak je het van dichtbij mee, of zie je alles op tv verschijnen. Al lees je alles wat bestaat, geen redder die erover praat, geheimen. Yeah! Dat een Fransman nooit in Frankrijk wordt gepakt. Een berg die te steil is uit de route wordt geschrapt. De ploegmaat van de man op kop het laatste gat dicht rijdt. Het ploegleiders gekonkel voor de strijd. Wat zijn de codes van het spel? Wat is een lood, waar gaat het om? Er is veel meer, dat voel je wel. Het zijn de geheimen van het peloton. Wat zijn de codes van het spel? Wat is een loos, waar gaat het om? Er is veel meer, dat voel je wel. Het zijn de geheimen van het peloton. Het zijn de geheimen van het peloton. Dank u wel. Nou, dan gaan wij nog een tweede poging...